Ik kan er niet in. Hey kijkers van DGH, welkom bij de 8e aflevering volgens mij alweer. Klopt dat jongens? 8e aflevering van... Oh ja, denk ik wel. DGH Craft, ja. Ja. Oké, nou ja, in ieder geval welkom. Wat hadden we ook weer bij de laatste aflevering gedaan? Ik heb een kelder gebouwd volgens mij. Ja, iedereen was zo'n beetje bijna klaar met zijn huisje. Ik was een beetje armer aan het maken. Ik ga meer armer bouwen. Wie is de zesde trouwens van ons? Ja, Melle die moet nog joinen. En Melle die kan niet joinen. Melle. Nee. Oei. Zal ik je nog proberen te inviten dat je Melle? Ja, doe maar. We hebben een bezoek bij iedereen in zijn huisje. We hebben een van de raar hangend lapis lazuli drie blokken in het... In het hol van Olaf. Dan hebben we Enzo's huisje, nou ja, okay. Die heeft nog glas nodig en een dak. Dan hebben we het ziekenhuisje van Wessel. Dat ziet er goed uit, Wessel. Kippie. Dan hebben we... Hey jongens, ik heb een naam, hè, voor het stadje. Dan hebben we daar het huisje van Basiel. En dan hebben we daar het huisje van Amazing. Ik ben even zijn voornaam kwijt. Het leek me. Meer een fisherman. Kippen seks, maar seks hebben kippen. Wat? Ik ben bijna begonnen. Maar in ieder geval, ik heb die spullen. Ik heb die diamonds, ja. Ik heb er weinig natuurlijk met diamonds. Ik heb ook wel diamonds. Hè. Oh. Ben jij er helemaal niet meer in, Mellen? Nee, maar proberen. Jongens, ik weet een naam voor het. Nee, ik kan niet in. Oh mijn god. Ik noem hem. Aapschap. Oh, dit. Ik had nog een trap. Oh, ik heb het hoi! Even kijken, wat zou ik van mijn andere... Oh, kijk wat voor spullen ik heb, hè. Ja, echt, iemand gaat jaloers zijn. Oh. Ik ga even mensen jaloers maken, gewoon omdat het kan. Kijk eens wat ik heb. Tralalalala, kippenman. Ik sta achter je, kippenman. Auw, kippenman. Van slaat. Oh, ja. Ja, nou goed, hè. Goed, hè. Ik wil even trots. Ja, hartstikke goed, hartstikke. Hé, hey, kijk, hè. Ja, heb je niet, hè. Ja, kijk. Wat een skeleton. Ik word gewoon dik genegeerd voor de wagen juist. Ik luister wel. Kut. Fuck. Hij heeft de diamantjes. Ik wil ook niet weten hoe hard ik daar het schijt aan heb. Nee, kut. Kip, waarom ga je nou voor de deur? Normaal level 30. Als even wat. Kan ik even wat shuriken van farm pakken? Ja, dat mag wel, dankjewel. Ja, tuurlijk. Dit is een nationale farm, zeg maar. De nationale farm. Oké. Oh, ja, nationale farm. Oh. Heeft iemand hout voor mij? Want dan kan ik nog een boekenkast maken en dan... Ja, ik heb heel veel hout, dus ik kan het stacken. Oh, wil dat zo? Wel junglehout. Ah, dat maakt niet uit. Dat maakt geen fuck uit, want dan kan ik wel een boekenkast voor maken. Welk level kan ik daar komen, Jonathan? Ik zit nu op level 16. Ik had al boekenkasten voor je. Hey. Misschien een knop waar je wel net zoals bij computer dat je in één keer alles weggeeft. Je kan I drukken en dan kan je gewoon A drukken. En dan kan je het gewoon uit je inventory slepen. De enige manier die ik weet, ja. Dan was het niet. Zo wel goed nog. Ja. Je moet even wat toortjes plaatsen rondom het dorp, mensen. Want anders lopen de kom. Ja, bij mij dan al toortjes. Wat zal ik nu gaan doen? Want ik heb nu niks om te doen en... Invite me even. Zo fijn. Met z'n allen eventjes minen. Nee, invite. Het is geen diamonds, ik wil diamonds.
maar dit gebied is helemaal leeggehaald met diamonds door niet. Ah, oh, ja, er zitten nog veel meer diamonds in de buurt. Hey, kom bij mij in de mine dan. We kunnen ook gewoon naar de als we moet je gewoon een partijmine doen. Wat, die headset. Tering jantje. The fuck is er mis met die headset? Oké, ik hoor mijn kelder vanaf hier. What the fuck, ik vind het bij elkaar een 10 aan. Kan diegene de muziek uitzetten? Ja. Want dat is nogal... Ik dacht dat het hard stond. Hey, vet, ik heb een ei. Oh shit. Oh, kut, ja die kippen gaan natuurlijk ook mijn cave in. Dat was nou niet handig. Oh, de half is jouw controle al bijna opgeladen. Ja, ik heb hem eruit gehaald. Sorry, mijn fout, technische problemen. Technisch, ja. Ik heb 4 kippen, hoe awesome. Ik heb 16 diamonds, hoe awesome. En ik ga hem even. Ja, dat is best, ik ga op jacht naar een sluis. Het heeft te weten dat Mark gewoon fucking hard gehackt heeft. Hoor, hij heeft geduplicate afval. Ja man, alles wat ik gedaan heb in deze hele wereld staat gefilmd. Echt alles. Ja klopt. Want dat is nou wel het voordeel als je echt... Alles behalve duplicaten. Als je alles gewoon opneemt... Hey, groen. Oké, groen gaat eraan. Groen gaat eraan. Wat? Gelukkig, dat weet ik niet. Oh, ik ben rood. Oh, doe rustig. Ja, nee. Oké, pak een diamond zwart bij je. Nu weten we wie het is. Holy shit, man. Ik kijk dan mijn naam. Oh, shit. Een ink. Steed mijn diamond zwart, zeg maar. Wat doe ik fout? Je zit in mijn mijn. Hey, een slime. Oh, kill hem. Hey, 2 slimeballs erbij. Ik ga even in je mine kijken, hè. Maar kijken waar die slime spawnen. Nee! Niemand komt er met mij. Ja. Je hoeft daar niet te kijken. Je kan gewoon zelf ook... Dan zeg ik het zo, maar jij gaat kijken waar die slime spawnen. Ja, daar ben ik al bezig. Lief. Ik heb gewoon mijn eigen mine gemaakt. Je kunt checken waar het uitkomt. Het komt niet op jouw mine aan. Waar is jouw mine dan? Nee, je gaat niet in mijn mijn. Je gaat niet in mijn mijn, want dan maak ik je af. Dan maak ik je echt in één instant af. Dit is een eindeloze put. Fuck man, waarom kom je nog helemaal... Hey, dat lijkt best op jouw leven volgens mij. Fucking kut skeleton. Een eindeloze put van eenzaamheid. Echt heel leuk hoor. Echt fucking hel man. Ik probeer mijn leven zo fucking... fleurig mogelijk te maken door een fucking deurthuisje met bloemen. Huh? En nou ga jij me zo afkraken, ik ben al depressief, maar nou moet het alleen maar hè. En jullie piep stem het alleen. Wat, jouw squeaky stem? Alleen ik en Olaf hebben de gangsterlijkste stem van heel Minecraft. Ik heb mijn stem, ik weet eigenlijk niet eens of mijn stem zwaarder of lager of hoog of wat het ook is. Je noemt het als caveman. Die voor jou zoekt de trap omhoog. Sorry. Het zit een beetje op het randje, weet je wel. You know what I mean? Wow. You know what I'm saying? You know what I'm saying? De trap. Anybody got time there? Yeah, nigga. You know what I'm saying, nigga? Yeah. Stronghold. Nee, echt serieus? Ja. Nee. Fuck jou. Hey, als je een enderman ziet, probeer hem te killen. Offer je leven voor ons op, want daarmee kunnen we de stronghold vinden. Ja, ik offer mijn leven voor jou op, denk ik. Ik heb nog veel te eten namelijk. Ik heb tering voor eten. Ik heb honger. Lekker de game in het donker. Oh, en ik zit op bedrock. En ik heb gewoon alleen maar 3... Gold een keer, verder heb ik niks. Ik weet niet meer waar mijn grot is. Hoe kom ik naar Enzo toe? Ik ga gewoon naar Enzo toe kijken. Waar is Enzo? Tering, die is ver van mij. Welke laag, diamond laag is? Ik kijk altijd op 9 of 12. Of...
Welke laag is diamond? Kijk op 9 hoor. 13. 13 is ook heel goed. 13 is even de hoogste. Mij nu 9 tot en met 11. Ik mijn 3x3 doen. 3x3, hoe verslaafd ben je dan? Ga ik op 12. Ik ben aan het stripmijnen. Het eerste wat ik hoor is van fucking lava. Dus dat ga ik wel goed. Ik ga proberen naar iemand toe te graven die in zijn grot zit. Oh, juist Enzo. Enzo! Kom je afmaken. Enzo! Oh dear god, dit is een gevaarlijke lava cave. Soms heb je echt van die heel grote lava pool, zeg maar, en dan zit er gewoon geen diamond. Hey, ja, als ik een Fortune 3 pickaxe heb, hè. Dan... Oh, dan ga je als een... Dan wil ik een deal met jullie sluiten. Dan krijg ik, zeg maar... Ik hak dan jullie diamonds, dan krijgen jullie 2 diamonds per diamond en de rest krijg ik. Dan verdubbel ik jullie diamonds. Wat wil je met al die diamonds? Fortune 3, hoeveel kun je dan krijgen? Ik kan er 6 per keer krijgen. Heel veel, je kunt maximaal iets van 8 of zo uit één blok. Maar dan moet je geluk hebben. Alleen dat gebeurt niet heel vaak. Nee, dat gebeurt bijna nooit. Dat vind ik een eerlijke deal vind ik dan 60-50. Hey, denk jij Vissa? Nee, want de diamonds die gevonden worden, die zijn daar wel gevonden door mij. Oh nou, dan krijg je toch niet het dubbele van je diamonds? Nou, dan doe je dat. Ja, maar stel nou dat er 5 uitkomen, dan heb jij de 3, heb ik er 2. En dat is te jammer, dat is dan heb je er wel 2 meer. Dan heb je nog wel altijd wel 1 meer. Ja, maar jij hebt er sowieso 3 meer. Ja, en dat boeit niet. Oh, dat betekent... Het is een deal, het gaat om jou wel zijn, nee, niet op mij wel zijn. Ik vind het helemaal niet leuk. Afzetten joh, het lijkt net Mediamarkt. Wat? Hey Enzo, kom even via jou uitgaan, want ik heb even spullen nodig. Wat jij denkt, hey, hier vind ik heel veel dirt, dat kan maar één ding betekenen. Hemel voor jou. Diamond! Uitbreiding. Kijk jouw poephuisje man, kijk dan! Ik vind dat echt niet leuk dat je dat zegt, echt niet. Ik vind het echt niet. Ik vind het trouwens wel leuk. Ik kom even op een moment bij een lava pool. Ik mine een stukje verder. Waterpool. Dat kan wel één ding betekenen. Je zit in een cave. Hey. Ja, een uitdaging. Olaf. Ja, je zit in. Ja. Bedankt voor je kippenvlees, hè. Je had mijn kippenvlees. Ik hoorde gewoon dat hij op dood ging. Ik hoorde zo'n kip dood gaan. Nee. Ja. Oh, Olaf, ik heb van jij vanmiddag. Ah, ik kom een kindje bij. Oké, wacht. Wie heeft mijn hond vermoord? Oké, die ga ik nu opzoeken met mijn diamond armor. Ik ga nu diamond armor maken. Rampage. Oké, ik vind dat niet cool dat je mijn kip zomaar sloopt, man. Echt niet. Oké, wacht even. Ik word nu helemaal gek. Oké. Mijn slijmballen zijn gejat. Ja, ik ben ondergrond, ik ben... Oké, ik weet dan wie het is. Ik ben naar mijn huis aan het werken. Basiel, die gelden de hele tijd op die slijmballen. Kijk, ik ben naar mijn huis aan het werken, gast. Zo grappig, hè. Basiel, jij bent echt zo goed gelovig, jongen. Godverdomme. Oké, mag je dan afmaken, want je hebt toch de slijmballen niet. Wat? Net zoals toen je bij Hunger Games die Diamond Armor en die Diamond Smart niet had. Ik heb levels weg. Ja, dat is precies de reden waarom hij dat wil, denk ik. Oké, leg alles in je chest wat je hebt en dan maak ik je af en als je dan niets hebt, dan weet ik dat jij niet bent. En als je het wel bent. Oké, ik heb de slijmballs. Hier. Oké, dit kost 10 iron. Spijt me. Hey, ik zal je iets vertellen, hè. Ik heb 10 iron. Welke afkomst heb jij? Ik heb 52 iron, oké? Ik geef je heel veel, oké? Oké. Oké, hoeveel wil je? Wessel. Oké, ik heb nu 40 iron. Geef de helft maar. Racist, jij, joh. Dankjewel. Dat was dus een mooi deal, hè. Ik heb mijn slijmpas terug en ik heb 20 iron.
Godverdomme, ja, anders maak je me af. Jij bent echt zo'n dictator, jij, hè? Je moet betalen, anders ga je dood. Ja, zeker. Ik zit bijna op 3 stack dirt, nice. Ik betaal je gold als ik in je mijnen mag, oké? Hey, no ik fucking way. Jij bent waarschijnlijk ook al in mijn mijnen geweest, al een paar keer, maar het maakt niet uit. Hoeveel moet ik betalen om in je mijn te gaan? Ja, even. 20 per minuut. 20 wat per minuut? 20 eieren. Nee, niet duplicate. Oké, wil je hout dan? Ik heb jou al horen zeggen dat ik dat elke keer doe, maar dat is niet waar. Dat is wel waar, je hebt wel een keer een creëerde gestaf en toen ben je daarna in de survival werken gegaan. En je van, hey, hoe kom je aan al die diamonds? Hoe lang heb je al niet gewerkt in deze wereld? Mag ik jou daar even een kleine verklaring voor geven? Ja? Nee? Verveling, zo heet dat. Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja, maar ik heb hier wel een weerstand opgeroepen. Weet je wat ik denk? Ik ga denken dat ik een rechtbank ga opbouwen. En ik ben dan de rechter en dan iedereen die dan een misdaad heeft begaan, die moet dan een boete betalen aan iedereen in de kingdom ding. En ik ben advocaat van iedereen hier. En ik ben dan de Sherlock Holmes van de server. Nee, dat ben ik. Ik heb net een misdaad opgelost. Jij bent rechter. Oh ja. Jij bent rijdende rechter. Nee, ik ben gewoon de president. Nee, ik ben de burgemeester. Het president. Hey, ik vind het cool. Oké, wie is er geïnteresseerd in Nether Ward? Ik. Nee, ik niet. Niet verlaten pas. Ik ben geïnteresseerd, maar ik betaal niet. Oh, dan ben je niet geïnteresseerd. Je moet betalen, anders krijg je niet. Dat beslis je ook even voor mij. Ja, al zou je echt geïnteresseerd zijn, dan zou je betalen. Nou ja. Ik doe alles. Ik betaal iedereen. Ik probeer zoveel mogelijk te verkopen. Dat kun je wel merken. Ik wil overal iron voor. Fine shop. Oké. Voor 20 iron wil ik een balance sheet. Nee, voor 10 iron wil ik een balance sheet. Ik heb een mineshaft gevonden en die zet er een beetje onze. 3 diamonds. Hoeveel diamonds heb je? Nee, 3 diamonds voor een melon seed. Oh shit, nee. Die cave spiders, man. Wie is er geïnteresseerd in glowstone? En dat heb ik ook nog te koop. Alleen ik zie geen nether fortress of stronghold of ting of. Oké. Tijd om terug naar de poort te gaan. Godverdomme. Wie is er geïnteresseerd in strings? Hé, hey, Matthijs komt er trouwens aan, Mark. Wat zeg je? Matthijs komt eraan. Yo. Hey Matthijs, we zijn midden in opnames. Oh, lol. Even kijken. Kan ik dan joinen of? Als je wil. Of je wacht even tot de volgende opname, dan kan ik je gelijk. Ja, hoe lang duurt dat ongeveer? Ik denk ongeveer nog zo'n 2 minuten een minuutje. Ik wacht wel, joh. Dan kan ik je gelijk even introduceren. Waar staat het ook weer? Licht glowstone. Hey, ik heb 19 glowstone. Ik heb nu 35 glowstone. Hoe kom ik dan? Toen kom ik naar Toxic. Hey, joh. Hier klopt iets niet. Ben je weer iets op het spoor? Detective. Hier klopt iets niet. Mijn vriend, dat is niet. Nou, er is weer wat gestolen. Nou, ik hou mijn chest goed in de gaten, zeker met Basiel en
Ik kom even mijn dagelijkse belasting halen. Oké, okay, en zo ik pak je 3 voor het geiten. Hoi, Bek. Ik heb wel heb ik. Hé, Wessel, ik kom even je 3 duimpjes halen, goed? Ja, je voelt zijn voor hoor. Oké, okay, dat doe ik nu. En is het warm? Nee, oké, okay, ik heb je duimpjes maar teruggelegd. Ik vond het een beetje zielig. Beetje, ik ga wel bij Amazing even kijken. Als ik gewoon zijn huis afgekikt ben. Ja, jij wel. Dat is rustig, dat jij dat makkelijk zou hebben gedaan. Ja. Je weet, ik ga denk ik TNT maken. Ik ga een geheime chest maken. Alleen die komt op YouTube, dus jullie kunnen toch wel opzoeken waar die geheime chest is. Maar... Nee, dat moet dat... Nee, dat soort dingen moet je... alleen dat moet je op camera doen. Meer niet. Nee. Nog geen secret chest, dat is geen community. Ja, maar dan ik kan maar, ik ga denk ik een bank maken met beveiliging. En wie wil er dan beveiligingwerker zijn? Oh. Ja, weet je wat ook zo helemaal bewaar. We doen zeg maar, wat we ook al kunnen doen, is zeg maar helemaal belasting in gaan stellen. En dan dat je betaald krijgt van belasting als je dan bijvoorbeeld de bank gaat maken. Om in dit stadje te wonen. Nee, dat gaat te ver. Wat zei die? Gewoon een eigen stadje. Ja. Niks, is helemaal niks. Echt, dit is toch? Ik echt in the middle of fucking nowhere zie ik gewoon die mega grote jungle boven staan van Brazil. En dan weet ik gelijk waar ik naartoe moet. Hij zei, ik spoor niet helemaal. Dus moet je mijn woorden letten die ik zeg, dat zei hij. Ja. Ik heb zoveel hout. Wow. What the fuck? Bak. Ik hoef niet te weten wat jij daar zojuist. Oh mijn god, nice. Dit is zo nice. Dit is echt zo nice. Hij wil je een deel van je kip. Wat is het? Heb je eindelijk een gekregen of? Ja, deze zombie hier, godverdomme gedood. Hey, maar de 20 minuten is al voorbij en het begint net dag te worden volgens mij. Of het begint juist net nacht te worden. Nee, het begint dag te worden. Of het begint dag te worden. Ik weet het niet meer. Nee, het begint nacht te worden, Flemming. Oh, nou ja, in ieder geval, deze episode is afgelopen. En subscribe voor meer misdaadoplossingen en meer over dit dorpje. En ik ben echt gewoon... Tot de volgende episode. De rat. Ik ben echt gewoon de onbetrouwbare rat. Ja, dat klopt. Sneaky. This is a lot of fun.